economisch nieuws. En dat betekent tijd voor Kees de Kort, macro-econoom bij AFS Capital Management. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Kees, het IMF, hè, belangrijke organisatie, die voorspelt 0,75 groei voor Nederland komend jaar. En zegt daar ook nog bij dat Nederland het nog niet zo slecht doet? Ik zou bijna zeggen een plusje. Kurken eraf, Paul. Maar wel van een heel goedkoop flesje. Kurken eraf. Een heel goedkoop flesje. Heb je dat ooit gedaan, Kees, een kurken eraf gedaan? Jawel, Paul, maar dan moet het niet een stuk beter zijn dan dit, hoor. Dat een heel goedkoop flesje moet de kurken vanaf. En voor de rest moeten we snel doorgaan en met twee benen op de grond blijven staan. Want dit betekent natuurlijk helemaal niets, Paul. En dat weet je zelf ook wel. Dit is niet alleen in Nederland gaat het beter dan een paar maanden geleden. In de hele wereld gaat het beter dan een paar maanden geleden. En we zitten nou overal in de wereld zo net onder de min en op sommige plaatsen zelfs in de plus. Denk alleen maar aan de cijfers over de VS vorige week. En dat heeft ook alleen maar voor 100% toe te schrijven aan het overheidsoptreden. Bestedingen, renteverlagingen, garanties en alles wat erbij komt. Gezonde banken zijn ook wel handig, hè, als je de goede toekomst tegemoet wil gaan. Dat is een ander verhaal. Dus dit herstel is 100% overheidsoptreden. Daar kan geen enkel misverstand over staan. Ook de Europese Commissie heeft erover uitgelaten. En die zeggen, het gaat beter. En met een beetje geluk gaat volgend jaar nog iets beter. Maar grote onzekerheden, blijvende problemen op de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën die volledig uit balans zijn. En dat komt allemaal, die onzekerheid, je noemde het net zelf al, door de posities van de banken. En je kunt weten als belegger dat zonder een gezond financieel stelsel gaat er geen blijvend herstel optreden. Gewoon niet. Nou, wat hebben we nou vandaag geleerd met de banken? In Engeland wordt er weer een krankzinnig bedrag in de sector gestopt. Een miljardje 35. De Europese Commissie verwacht verliezen in Europa van 300 à 400 miljard. UBS zit in de min, Commerzbank in de min. En in Amerika vallen ze als rijpappels uit de bomen, de banken. Dat is geen financieel gezond stelsel, nog niet bij benadering. Dus dat blijvende herstel gaat niet komen zolang er niet heel erg veel beter gaat gebeuren met de financiële sector. En daar is weinig kijk op. Dus we gaan naar Amerika, want daar werden de beleggers verrast door Ford. De beleggers heeft ze verrast met een kwartaalwinst van 1 miljard. En ook met het uitspreken van de prognose dat 2011, dus een jaar later nog, dat het solide winstgevend zal zijn. Ja, en als je gewoon kijkt naar de resultaten van Ford, dan is dat een kwestie van omzetdaling. Waar hebben we dat eerder gehoord de afgelopen weken? Kostenbesparingen? Nee, ook geen nieuws. Op de kleintjes letten en gewoon heel veel plusjes met elkaar maken, dat Ford een plusje maakt. Ja, dat kan natuurlijk op sommige bedrijven. Omzetdalingen, kostenbesparingen, dat pakt bij Ford net in de plus uit, maar dat vorig jaar heel erg slecht ging, dus dat is niet helemaal te vergelijken. Maar dat is het grote beeld in alle bedrijven in de wereld. Zij komen van een ontzaglijk dik verlies naar de plus, maar dat heeft te maken met het probleem van vorig jaar. Maar de marges bij Ford zijn nog steeds laag, hoor. Maar bij DSM bijvoorbeeld vandaag, in Nederland ook, 14% omzetdaling, een enorme resultatendalingen. Buitengewone baatmarkt resultaat. Maar dat is gewoon het grote beeld. Kees, nog even in 10 seconden iets over de beurschap van Deltaloid. Heb je vast ook nog iets over te zeggen? Is dat verrassend? Is dat belangrijk? Betekent dat hier vertrouwen uitspreekt? Misschien allemaal niet, maar wat wel? Dat betekent alleen maar dat de moeder van Deltaloid, Aviva in Engeland, heeft geld nodig. Dus die brengen een gedeelte van hun belang in Deltaloid naar de beurs. Kan geen kwaad. Maar het is ook jammer dat op dit moment het sentiment ten aanzien van de financials niet best is. Daar zelfs bij Aviva. Ze kunnen er weinig aan doen, maar ze hadden natuurlijk op betere tijden gehoopt. Dankjewel, Kees de Kort, macro-econoom bij AFS Capital Management.